We zijn hier in het Motorenmuseum De Toet. Hier is een collectie stationaire motoren ondergebracht van ongeveer 1900 tot 1930. En wij zijn hier met een groep van ongeveer, zeg maar, gemiddeld 10 vrijwilligers die de zaak onderhouden. En naast de collectie stationaire motoren hebben we ook nog 2 oude motorfietsen. Hè? Dus een fiets met een motor, om het zo maar eens te noemen. En dit is er één van. En deze is al in rijdende staat. De fiets is samengesteld, zoals ik al eerder zei, uit een frame van een transportfiets wat verlengd is en een motor. Toen we gingen bouwen, de aanvang van het bouwen, wilden we een originele oude motor uit die tijd hebben. En dat was een motor, een Fafnir. Die hadden we gevonden in Noord-Holland. Maar de prijs was zodanig dat het hele plan gauw in de prullenbak ging, want daar konden we niks mee. Dat was veel en veel te duur. Toen zijn we gaan zoeken naar een klein stationair motortje en dat vonden we in de vorm van dit Bernard motortje. Dit is een stationair motortje wat gebruikt werd op de boerderijen voor te pompen of voor vacuüm te trekken, voor de vacuüm op te bouwen voor de melkmachines. En binnen een week hadden we 3 motortjes voor 75 euro. 2 goede en een sloopmotortje. En bij elkaar hebben we daar 2 prima motortjes van kunnen maken, want in deze collectie staat nog exact nog een tweede motortje. Ja, dat is onderdelen. We hebben een Albion versnellingsbak erin zitten. Een 2 versnellingsbakje. Een Poeg Maxi achternaaf. Een Gazelle voornaaf vanuit de herenfiets. En al met al is dat ding zo tot stand gekomen. En een beetje zoeken en een beetje rondkijken. En op die manier de onderdelen gevonden. De magnetes, dit zijn de magnetes, die hebben we gevonden in Drummel bij een landbouwmechanisatiebedrijf. En die man had ze nog nieuw in de doos. En dat is een hele andere prijs als wanneer je ze uit de motorfietswereld koopt. Vriend Mario uit Drummel van Kruiswater Motorfietsen, die heeft mij ontzettend geholpen met het buigen van het stuur. Met bepaald lastwerk, met het frame aflassen, dat zijn ook weer de dingen die je in zelf niet kunt. En op die manier is deze fiets tot stand gekomen. Hoe snel gaat hij? Als je het gas helemaal open zou zetten in de tweede versnelling, wat we ooit 1 keer gedaan hebben hier, en dan praat je denk ik over 55, 60 km per uur. En dat is op een omgebouwde transportfiets toch een behoorlijke snelheid. Ja. De koplamp is een karbietlamp. Jammer genoeg hebben wij niet het tankje erbij. Er hoort een gasontwikkelaar bij. Dat is een tankje wat hier achterin hangt. En daar gaat karbiet in en daar gaat water in. En dat samen geeft het karbietgas en daar brandt de lamp op. Dat is de karbietlamp. Het gebeurde dat mensen een hele tijd reden en dan raakte het water op. En als water opraakt, ja, alleen karbiet, dan doet hij niks. Dus wat was de oplossing? Van die fiets af, plassen in dat tankje en er kwam weer opnieuw gas tot ontwikkeling en verder rijden. Dat was toen de tijd de bedoeling. Banden, velgen, trapas, trappers, noem maar op, hebben we bij een bakfietshandelaar kunnen kopen in Brabant. Die man die handelt in allerlei onderdelen nieuw en gebruikt voor bakfietsen. Nou, dat is ook allemaal vrij zwaar, dikke banden, dikke assen, zware pedalen. Dus dat kwam hier heel erg goed te pas, dus die hebben we hier ook gebruikt. En makkelijk gezegd, wel in 2 jaar tijd in elkaar geknutseld. En hier staat het resultaat, een echte oude replica, een replica van een oude motorfiets, model 1915 ongeveer.
bakfiets is eigendom van de werkgroep Historisch Gemotoriseerd Verkeer, maar zo wel. En de motorfiets heeft een onderdak gekregen hier in het Motorenmuseum De Tuut. Dus dan snijdt het mes van twee kanten. Wij hebben een mooie stalling voor de motor, droog en warm, niks aan de hand. En het Motorenmuseum heeft er een blikvanger bij. Ja, de motor is nu op de motorfiets, is nu af. En jullie gaan natuurlijk niet lekker zitten en daarnaar kijken. Wat ga je nog meer doen? Nou, we zijn hier begonnen met het tweede project, ook weer project motorfiets. We hadden het bij de eerste motorfiets over 1910, 1915. We praten hier over 1930, 1935. Dit is ook weer een replica motorfiets uit een nieuw gebouwd frame voor de firma Kruiswater Dreumel. Die heeft een nieuw frame gebouwd à la Model Indian 1930. Ik heb daar zelf een automobielmotor bij gezocht, een NSU. Uit een NSU 1000 en met heel veel aanpassingen. Het karter is aangepast. De carburateur is aangepast, uitlaat is aangepast, de versnellingsbak is aangepast, koppelingshuis is aangepast. Je vertelt het in 3 minuten. Het hele verhaal duurt 3 jaar om dat te bouwen. Dus, en we zijn nu in totaal 4 jaar bezig en ik denk dat we nog wel een aantal jaren nodig hebben om deze fiets ook net als de vorige rijen te krijgen. Dat valt niet zo mee, want we werken hier 1 dag in de week. En dat gaat mondjesmaat, maar dat maakt uiteindelijk helemaal niks uit, want het is een publiekstrekker. We hebben het al meegemaakt dat mensen hier met de bedoeling komen voor het Motorenmuseum. En ze blijven bij deze motorfiets hangen en dan gaan ze naar huis en het hele Motorenmuseum niet gezien. Ze zijn alleen bij de motorfiets blijven hangen.